Mijn woordenschat is veel meer beperkt dan Jan de Groof. Daarom ga ik iets even voorlezen. Ik hoop dat het acceptabel voor jullie is. De titel van mijn toespraak is een beetje aangepast. Het is het probleem van strijdige idealen nu geworden. Nog meer genuanceerd, hoop ik. Ik sta hier voor u als politieke filosoof. En een van de taken van sociale en politieke filosofie is het onderzoek naar concepten die in de beleidsdebatten worden gebruikt. Vandaag zal ik het hebben over de concepten of idealen van vrijheid en gelijkheid. Dit is relevant omdat deze idealen belangrijk zijn voor mensen die in liberale democratieën zijn opgegroeid. Dat wil zeggen dat de meeste van ons zijn grootgebracht met geloof in de inherente waarde van deze idealen. Ook al denkt niet iedereen hetzelfde over hun relatieve waarde ten opzichte van elkaar. Maar ik besteed ook aandacht aan deze idealen omdat ze allebei van groot belang zijn voor onderwijsbeleid. Het blijven natuurlijk nutteloze abstracties wanneer we niet kijken naar specifieke contexten waarin de relevante concepten kunnen worden geïnterpreteerd. Wanneer we bovendien geen rekening houden met bijzondere omstandigheden en niet naar het bestuderen hoe de verschillende idealen in strijd met elkaar kunnen zijn, heeft het weinig zin om zonder meer het belang van een van deze idealen te propageren. Concepten als vrijheid en gelijkheid kunnen elkaar op allerlei manieren aanvullen. Wanneer we bijvoorbeeld het recht op basisvrijheden voor iedereen erkennen, doen we dit met een beroep op gelijkheid. Het is daarom noodzakelijk om vrijheid in te perken wanneer het uitoefenen ervan afbreuk doet aan de vrijheid van de ander. Evenzo is het bevorderen van gelijkheid gerechtvaardigd wanneer beperkingen aan de vrijheid legitiem zijn. Bijvoorbeeld wanneer deze gericht zijn op bescherming van anderen. Ook bij onderwijsbeleid houden vrijheid en gelijkheid elkaar in toom. Ter compensatie voor een slechte verdeling als gevolg van het schoolkeuzeproces hebben scholen met meer arme of gehandicapte leerlingen vaak meer middelen nodig. In veel landen wordt om deze reden speciaal onderwijs gericht, gefinancierd. Het beleid verschilt per context, maar krijgt meestal wel brede steun omdat het gericht is op eerlijke kansen. Het punt is dat vrijheid en gelijkheid elkaar kunnen versterken en dit vak ook doen. Maar we weten ook dat morele en politieke idealen, zoals vrijheid en gelijkheid, vaker met elkaar in strijd zijn dan ze elkaar aanvullen. En we hoefden niet naar de strijdigheid tussen idealen te kijken om te begrijpen wat de moeilijkheden zijn. Gelijkheid zelf is een concept dat niet gemakkelijk is te interpreteren en toe te passen. Dus zelfs als we rekening houden met bijvoorbeeld inkomen en rijkdom, kunnen we verwachten dat het als gevolg van verschillen in talent, motivatie en ijver, zeker in heel heterogene samenlevingen, moeilijk is om gelijkheid te bevorderen. Vandaag kijken we vooral naar het concept vrijheid. Hoewel het van tijd, plaats en omstandigheden afhangt welk gewicht er aan idealen wordt toegekend, heerst er een brede consensus dat vrijheid een fundamenteel recht is. Vrijheid biedt mensen de mogelijkheid om zonder ongepast dwang hun morele prioriteiten te stellen. De beste manier om vrijheid te bevorderen is mensen toestaan hun eigen belangen na te jagen volgens hun eigen principes, zolang dit geen nadelige gevolgen heeft voor de vrijheid van anderen. Vrijheid brengt het recht met zich mee beslissingen te nemen over jezelf en je bezittingen zonder dat anderen zich daar zomaar mee bemoeien. Sommige paternalistische vormen van dwang zijn gerechtvaardigd, maar in principe is dwang uit de boze, behalve wanneer er geen andere manier is om misbruik van vrijheid te voorkomen. Van overheden wordt verwacht dat ze rechtvaardigheid bevorderen door vrijheid en gelijkheid met elkaar in evenwicht te brengen. Ze dienen op een redelijke manier de vrijheden van mensen in de maatschappelijke en politieke sfeer te regelen. Dit gebeurt op ten minste twee manieren. Ten eerste door het subsidiëren of aanbieden van diensten, zoals openbaar vervoer, gezondheidszorg, huisvesting en onderwijs.
Zonder deze diensten zouden veel burgers minder vrijheid hebben om zinvolle activiteiten uit te voeren. Wat vrijheid betreft heeft de staat de rol van facilitator. Paradoxaal genoeg faciliteert de staat ook door vrijheid te beperken. De staat regelt en reguleert verschillende soorten vrijheid, bijvoorbeeld door progressieve belasting- of antitrustwetten, zodat personen of bedrijven met meer middelen anderen met minder middelen niet kunnen uitbuiten. Maar acties waarmee rechtvaardige staten vrijheid beperken zijn alleen gerechtvaardigd wanneer kan worden aangetoond dat andere positieve waarden, zoals meer gelijkheid of maatschappelijke orde, ermee worden bevorderd. In het reguleren en regelen van vrijheid bevorderen liberale staten in het algemeen op democratische wijze een eerlijke verdeling, zodat burgers kunnen profiteren van sociale goederen. Wat onderwijs betreft zal de liberale staat zijn autoriteit en controlefunctie gebruiken om basiskansen voor alle kinderen te bevorderen, onafhankelijk van achtergrond of inkomen. De bedoeling is dat deze kansen voortvloeien uit basiscompetenties zoals geletterdheid, maar ook uit capaciteiten op het gebied van het functioneren van politieke instellingen en de vaardigheden die nodig zijn om het politieke proces te kunnen beïnvloeden. Maar zelfs in de meeste vrije en rechtvaardige samenlevingen in de staat nooit onomstreden geweest. In alle liberale democratieën blijven er hardnekkige spanningen bestaan tussen persoonlijke vrijheid en rechtvaardigheid, tussen pluralisme en toegang tot het democratisch proces en tussen verschillende opvattingen over wat een goed leven is. Deze spanningen zijn misschien bij uitstek zichtbaar in het onderwijsveld. In alle liberale democratieën wordt de vrijheid om te kiezen welk soort onderwijs je kind krijgt, mits beschikbaar en betaalbaar, als een onbetwist recht voor ouders beschouwd. Ouders hebben over het algemeen een behoorlijk vrijheid als het gaat om het beslissen wat voor opvoeding en onderwijs hun kinderen krijgen. Wanneer basismogelijkheden voor onderwijs aanwezig zijn en elementair politieke vrijheid gegarandeerd is, worden deze ouderrechten ondersteund door de aanname dat ouders de primair verantwoordelijkheid aanvaarden voor de onderwijskeuze voor hun kind. Ook al betekent die verantwoordelijkheid voor de meeste ouders dat ze hun kind naar de dichtstbijzijnde school sturen. Nu weten wij allemaal dat het uitoefenen van het recht op vrijheid soms onbedoelde gevolgen heeft. Voor het onderwijs is het opvallendste gevolg misschien schoolsegregatie. Er kan worden getwist over de vraag of segregatie altijd schadelijk is. En ik heb zelfs trouwens vrij veel over wat ik noem vrijwillige separatie geschreven. Maar veel mensen vinden dat dit verschijnsel bijdraagt aan ongelijkheid. Maar wanneer we beweren dat segregatie slecht is en tegelijkertijd huizen en scholen uitkiezen op basis van wat we goed vinden voor ons eigen kind, logisch straffen we daarmee feitelijk onze integratie-idealen. Velen van ons vinden het heel gewoon om enerzijds diversiteit en eerlijke kansen te propageren en anderzijds snel naar een meer homogene buurt te verhuizen of kort voordat onze eerste kind naar school gaat, te gaan rondshoppen op zoek naar een zogenaamde betere school. Ik vergeer veel in academische kringen en constateer dat dit binnen de hoger opgeleide middenklasse veelal vanzelfsprekend is. Publiekelijk uiten wij ons ongenoegen over segregatie en ondersteunen we geïntegreerde scholen, maar privé handelen we maar al te vaak diametraal tegenover elkaar. Natuurlijk zorgen we er wel voor dat we deze keuzes kunnen verantwoorden. We zeggen bijvoorbeeld dat we willen dat onze kind goed onderwijs krijgt. Maar dat willen alle ouders immers. Of we geven het systeem de schuld. Of anderen die het laten afweten. Maar uiteindelijk beslissen wij of een school goed genoeg is voor ons eigen kind. En kost dit weinig verbeeldingskracht om onze keuze te verantwoorden. Ook wanneer goed genoeg vaak neerkomt op beter dan, de opties waar anderen over beschikken. Wanneer we onze zorgen uiten over de kwaliteit van de leerkrachten,
de veiligheid op school of de vraag of het leerplan wel uitdagend genoeg is? Praten we liever niet over de raciale, etnische of socio-economische samenstelling van een school? Wanneer iemand ernaar vraagt, kunnen we uitleggen waarom we het nodig vinden voor een betere school te kiezen. Het punt is dat velen van ons ook die afgeven op segregatie en de bijbehorende nadelen, tegelijkertijd op zijn minst deels verantwoordelijk zijn voor de instandhouding van het verschijnsel. Waarom zou dit ertoe doen? Wel nu, volgens egalitaire critici doet dit er zeker toe. Vanwege de structurele voor- of nadelen voor bepaalde kinderen door hun positionering in de samenleving ten opzichte van andere kinderen. Sommige kinderen zijn in het voordeel, zo blijkt keer op keer, omdat ze vaak naar een school met meer middelen gaan, hoger opgeleide en meer betrokken ouders hebben, naast beter gemotiveerd leeftijdgenoten zitten, hun school minder personeelsverloop kent en gaat zomaar door. Juist omdat leeromgevingen gesegregeerd zijn door een bewust institutionele keuze of door bevolkingssamenstelling, maar dat doet hier niet toe, zijn armere kinderen die geconcentreerd zijn in scholen of klassen zonder kinderen uit de witte middelklas sterk in het nadeel. Misschien is dit niet altijd het geval, maar het geldt ongetwijfeld zo vaak dat niet veel mensen deze stelling in haar grond in twijfel trekken. Velen van ons nemen deze beweringen inmiddels voetstoots aan. Vooral socio-economische ongelijkheden tussen scholen en klassen zijn relevant voor de gelijkheidskwestie. Critici van segregatie betogen vaak dat het belangrijkste nadeel voor arme kinderen is dat ze weinig in contact komen met andere kinderen die door hun cumulatieve culturele of sociale kapitaal gunstiger gepositioneerd zijn om te profiteren van zowel intrinsieke als instrumentele voordelen van onderwijs. Deze twee vormen van kapitaal beschrijven grofweg het bezit van assets, kennis en vaardigheden, die houvast geven bij de geïnstitutionaliseerde normen van de dominante samenleving. Neem de taal, een probleem voor mij. Wie de dominante taal beheerst, beweegt zich effectiever in zijn omgeving en heeft mogelijkheden die niet beschikbaar zijn wanneer de vereiste kennis en vaardigheden ontbreken. Voor wie niet gezegend is met ouders met een groot en flexibele woordenschat in de dominante taal, kan het van cruciaal belang zijn om te kunnen gaan met anderen die wel een vloeiende beheersing van de dominante taal hebben. Voor dergelijk contact krijgen leerlingen meer kansen op interessant en uitdagend schoolwerk. Ze krijgen beter advies van schooladviseurs. Hun testscores zijn hoger en uiteindelijk zijn hun kansen op de arbeidsmarkt ook beter. In het licht van deze feiten, veel kinderen hebben duidelijk minder kansen dan anderen, is de aanpak van segregatie begrijpelijk, met name als armoede samenhangt met een moreel gezien irrelevant aspect van hun identiteit, zoals etnische afkomst. Natuurlijk moeten we bedenken dat het effect van de school beperkt is zonder steun vanuit andere instellingen in de omgeving, zoals liefhebbende ouders, betaalbare gezondheidszorg en kinderopvang en voldoende hoog inkomen, beroepsgerichte opleidingen en een rechtvaardig wervingsbeleid vanuit de arbeidsmarkt. Het ligt voor de hand dat alle deze factoren de kansen verbeteren van kinderen met een huis uit relatief ongunstige omstandigheden. Wanneer deze factoren tegenzitten of elementen niet meewerken, kunnen scholen weinig beginnen, of ze nu geïntegreerd zijn of niet. Samen kunnen al deze positieve invloeden de hobbels helpen wegnemen voor kinderen die hun leven zijn begonnen met een enorme achterstand op hun meer bevoorrecht leeftijdsgenoten. Er heerst grote overeenstemming over de nadelen van segregatie, maar pogingen om het tijd te keren hebben tot nu toe weinig opgeleverd. Ondanks de taalloze tegenslagen en sombere voorspellingen behoudt het integratieideaal zijn aanzien in het liberale denken, terwijl de verwezenlijking ervan maar moeilijk van de grond komt. Aan welke kant van de ideologische waterscheiding je ook staat, de overtuiging dat scholen geïntegreerd moeten zijn is onaangetast
in de liberale psyche. Geïntegreerde scholen staan immers symbool voor een rechtvaardige samenleving. Het probleem is echter dat liberale argumenten voor integratie zich vaak uitsluitend op gelijkheid richten, wat niet strookt met onze ideeën over hoe wij onze vrijheid gebruiken, met name wanneer het over onze kinderen gaat. Wanneer in een pluralistische samenleving pogingen om gelijkheid te bevorderen verder gaan dan zaken als gelijke toegang tot onderwijs of wetten voor gelijk behandeling, leiden deze pogingen onvermijdelijk tot beperkingen van persoonlijke vrijheid, ook al zijn die beperkingen soms triviaal. Dit geldt ook voor het onderwijs, vooral in een pluralistische samenleving met een divers aanbod, zoals Nederland. Het recht om een school te stichten en het recht om een school voor je kind uit te kiezen worden algemeen beschouwd als uitbreidingen van basisvrijheden. Daarom worden de meeste pogingen tot desegregatie al dan niet terecht gezien als inbreuk op het recht om je geweten te volgen bij het uitoefenen van je vrijheid. Ouders mogen weliswaar hun vrijheid niet onbeperkt uitoefenen. Het wordt bijvoorbeeld niet goedgekeurd wanneer ze voorzieningen voor zichzelf houden. Maar men vindt het in het algemeen gerechtvaardigd wanneer ze hun eigen kinderen voorrang geven. Meestal kunnen ouders goed zien wat in het belang van hun kind is. Ook wanneer ze niet in de positie zijn om ervoor te zorgen dat dat belang daadwerkelijk wordt gediend. Maar het maakt geen wezenlijk verschil of vrijheden negatief worden uitgedrukt, rechten te beschermen tegen inmenging, of positief, rechten om te kiezen. Feit blijft dat er een sterke correlatie is tussen het uitoefenen van het recht op vrijheid door ouders enerzijds en segregatie anderzijds. De vrijheid van ouders kan natuurlijk op allerlei manieren worden beperkt. Maar als de prioritering van gelijkheid door middel van integratie voorrang krijgt op de vrijheid van ouders, moeten we niet vreemd opkijken wanneer die idealen met elkaar in conflict komen. Vrijheid en gelijkheid zijn allebei essentieel. Ze houden elkaar in bedwang. Dat betekent dat gelijkheidsidealen zonder erkenning van individualiteit en de unieke keuzes die daaruit voortvloeien, tot een soort tirannie zullen leiden. Een gelijkheidstirannie. Het lijkt me veilig om te stellen dat niemand van ons, hoeveel belangrijk we gelijkheid ook vinden, in een samenleving zou willen leven waar we geen partijdigheid zouden mogen tonen voor diegenen die ons het meest dierbaar zijn. In het bijzonder onze eigen kinderen. Anderzijds is een samenleving die helemaal wordt bepaald door individuele vrijheid ook een vorm van tirannie. Vrijheid die ongebreideld wordt uitgeoefend zonder rekening te houden met anderen leidt onvermijdelijk tot uitbuiting en grijs gedrag. De meeste van ons vinden eerlijke kansen belangrijk, ook al leven we niet altijd in overeenstemming met de idealen waar we achter staan. Maar we worden allemaal geconfronteerd met talloze beslissingen waarin we prioriteiten moeten stellen tussen concurrerende waarden. En ook wanneer we niet dergelijke prioriteiten hoeven te stellen, worden we vaak gedwongen om te beslissen hoe we onze tijd en middelen het best gebruiken. En wat voor tijd en middelen geldt ook voor beslissingen over vrijheid en gelijkheid. Ook deze moeten worden geprioriteerd. We hebben dus twee belangrijke idealen, vrijheid en gelijkheid. Deze houden elkaar in toom, maar een echt evenwicht bereiken we nooit. Het verschijnsel schoolsegregatie illustreert dit heel duidelijk. Het inperken van segregatie bevorderende vrijheid om integratie bevorderende gelijkheid te stimuleren is slechts één van de verschillende opties. Ten slotte kunnen diverse soorten vrijheid ook worden bereikt buiten geïntegreerde scholen in buurten om. Maar hoe we ook voorstellen met vrijheid en gelijkheid en welke maatregelen we ook nemen of juist achterwege laten om ons optreden te rechtvaardigen, wij moeten juist in de complexe details van het dagelijks leven steeds weer zien te bepalen wat er nodig is voor een eerlijke situatie voor onszelf en onze kinderen. Dank je wel.